You got an organ going there. No wonder the sound has so much body. Achter mij staat al een superlange rij voor de 6e editie van Kino Clandestino. Dit keer is het filmkijken in een kerk. En ik heb er zin in. Amen. Nee, ik sprak het verkeerd uit. Het is amen of amen. Een film, een kerk en Duval als sponsor. Uw reactie? Ik laat me gewoon verrassen. Duval is sowieso lekker en ik hoop dat de film ook leuk is, dus komt helemaal goed. En de kerk? En de kerk, ja, dat is een hele speciale locatie natuurlijk. Voor een film. Maar ja, misschien trekt het wat meer mensen naar de kerk. Ik weet het niet. Veel plezier. Ja, dankjewel. Veel plezier vanavond. Veel plezier. Dankjewel. Nog verwachtingen? Weet je al bijvoorbeeld wat voor film er gaat draaien? Ik had de omschrijving wel gelezen over een jongen die met demonen of zo, maar we zullen zien. Veel plezier. Nou, hij heeft wat last met Engelse ondertitels, dus dat wordt leuk. Dus jij zit de hele tijd bij als vertaler? Als vertaler, inderdaad. Maar dat komt vast goed. Wordt een drukke avond voor jou. Veel plezier. Veel plezier. Veel plezier. Veel plezier. Veel plezier. Dankjewel. Iedereen is enthousiast. Veel plezier. Dankjewel. Ik sta hier naar Jorine en die organiseert altijd Kino Clandestino. Wat houdt dat precies in? Kino Clandestino is een geheime bioscoop in Groningen waarvoor je een kaartje koopt, maar je weet niet waar je terecht gaat komen en welke film je gaat zien. En waarom hebben jullie dit keer voor deze locatie gekozen? Het is een heel markant gebouw op een heel belangrijk kruispunt. Dus iedereen kent het wel van buiten, maar heel veel mensen zijn er nog nooit binnen geweest. En juist van binnen is het echt een heel mooi, uniek gebouw. Ja, dit is een hele verrassende locatie. Ik had zelf een andere locatie in gedachten, maar dit was... Welke locatie had u dan in gedachten? Ja, heel stom. Scandinavisch dorp, maar dat hoorde ik wel meer hier. Een retourtje Scandinavië om een film te komen kijken voor 10 euro. Nee, maar het Scandinavisch dorp net buiten Groningen, dat valt mee. Oké, ja, dat kan wel. Zoveel eraan gaan. Heel veel. Okay. Het zit er weer op, de 6e editie van Kino Clandestino. Voor mij was het zeker geslaagd en volgens mij voor alle bezoekers ook wel. Dus ik zeg, volgende keer moet jij er ook bij zijn. Dan ga ik ook nog even zo. Moet je ook nog even zo doen in de camera. Oh, zo. Zo.